Vind je het wat of niet, Peter Gillis? Peter Gillis, nee. Ja? Kijk je het wel eens? Nee, vreselijk. Dat vind ik echt, dat kan ik niet. Dat heb ik ook altijd van gedroomd. Een vrouw vinden met 5 kinderen. 61. Dat lijkt me ontzettend leuk, wat Peter Gillis doet. 61 is het. Ik heb 5 kinderen. Er is niks mis mee, hoor. Nee, maar 5 kinderen van die vrouw. Ja. Maar heb je nog gekeken, René, gisteren? Of heb je natuurlijk gekeken? Heb ik gekeken. En genoten? Zeker. Ja, ja. Zeker. Zeker. Wat nou dan? Ja, vind je dat echt leuk om naar te kijken? Nou ja, het is zo... Ik zat met Marco te kijken toevallig. Weet je. Je ja, ziet die is er verantwoordelijk voor, hè? Je ziet de gouden hand van Marco. Je ziet je bijna te schamen voor die man, weet je wel. Ja. Okay, maar het is nu ook wel erg Peter Gillis, hè? Ja. Vroeger waren er nog een beetje die kinderen erbij. En dan werd er nog wat georganiseerd op dat park. En dan werd er weer een bingo. En Nicoleke komt straks nog wel een keer terug in augustus. Gekkigheid. Ze voorkomen, of maar hij het is nu voorkomen. Alleen maar Peter Gillis. En aan die man is heel veel fout natuurlijk. Zijn humor is fout. En ja, de toon. Zijn toon. Alles is fout aan die man. Maar dat viel niet zo op als ze met z'n allen waren. Maar hij is nu echt heel erg vaak alleen. Ik vraag me wel af of je op parken van Peter Gillis mag hatsenflatsen. Ja, dat wel. Dat wel. Maar... Hij heeft dus nu een nieuwe liefde. Ja. En die is wel fan van Ja, die kreeg een boekje van... Ja, ja. Een boekje. Ja, een boekje. En die signeerde die zelf. Die signeerde die zelf, ja. Ja. Ik heb ook wel een boek geschreven. Een biografie. Daar had je het over. Ja. Ja, dan ga ik jou eens een cadeau brengen. Oh, daar ben je nieuw naar. Ik, dat is Petertje zelf, hè. Ken hem nog? Ja. Ze is niet blind, toch, denk ik? Er staat Nicole nog op, maar die moet maar even wegdenken. Ja. Dat snap je wel. Ja, maar ik zal mooi signeren voor je. En een cadeautje terug. Nou, dat vind ik leuk. Ik ben wel goedkoper af. Ik ben goedkoper af. Kijk, voor Wendy. 3 kusjes, mijn handtekening, hatseflats. Dank je wel, schat. Hatseflats. Alsjeblieft, lekker romantisch, hatseflats. Nou, het is... Ja, maar wat eng. Wat eng. Toch echt, het is toneel. Ik vind hem, zo'n lomperik, zo'n hork. Maar die zoon vind ik nog erger. Ja, ja, maar, ja die zoon, maar dit hij is het middelpunt. Slecht geacteerd maar het ook is nog. Ook leuk dat die zoon ook alles wat hij doet in zijn ogen niet goed doet. Mm. Dat is leuk allemaal, weet dat, je wel. Ja. Maar dat zie je nu niet meer. Maar er is ook geen werknemer van hem die het goed doet, hè? Nee. Hij wijst iedereen terecht. Ze lijken wel op elkaar als je zo ziet. Ja, alleen de buik. Ja, als je het haar eraf trekt. Ja. Ja. Maar het is toch fascinante televisie. Hij zegt trouwens, Nicoleke moet eraf gehaald worden. Maar in augustus mag je nog even uitleggen hoe dat precies gegaan is met Nicoleke. Las ik dat, Nicoleke die kan wel eens even revanche gaan nemen. Ja, dat zou ook nog kunnen. Dat is alsnog verteld hoe het echt gegaan is. Ja. En wat gebeurt er dan, Job, in zo'n geval? Nou, we hebben het eerder over hem gehad, voor de zomer, geloof ik. En toen had hij toch wel een probleem, denk ik. Ja. Als hij veroordeeld wordt, kan hij zo een taakstraf krijgen. Nou, dan kan ik er een leuk filmpje van maken, weer kunnen ze volgen. Ja. Ja, dat is op zich wel, want ik bedoel... Maar dat moet je eigenlijk doen. Kijk, als je zo'n docu-soap van hem maakt, moet je dat ook filmen. Ja, dan moet je alles erin doen. Ja, dan ga je mee naar de rechtszaak. Nee, hij komt er nu te goed uit, want het is natuurlijk een beetje een boef. Ja. En dat komt helemaal niet aan de orde, hè? Nee.